Nou, let op. Super deluxe mondkapje. Hij is echt ontzettend helder hoor. Ik hoop dat het te lezen is. Ik voel me net op Times Square. Jongen, jongen, jongen. Nou, hier val je wel mee op hoor. Zonder meer. Nou, let op, ik heb er wat anders in geprogrammeerd. Ik moet de software nog een beetje leren kennen. Zo, dan is hij nog wat beter in het licht te zien. Dit is de app. En ik kan dus zo een ander dingetje kiezen door op de app te klikken. De bediening is wel, best wel eenvoudig. Dat is goed te doen. Ik weet niet hoe ingewikkeld het is om die patroontjes zelf te maken. Je kunt dat wel. Maar in hoeverre dat gaat en goed gaat. En ook bij... de tekst... versus E. Dan kun je ook nog kiezen wat je wilt. Hoe die moet bewegen. Even kijken of dat zo gaat. Nu zou die op een andere manier moeten er even heen sturen. Nou. Ach kijk. Er gebeurt toch iets. Nou, dat gaat wel een beetje langzaam. Daar kun je ook het tempo nog van instellen volgens mij. Dan zie je dat PSSE was zo. Hé, maar ik moet verkeerde kol. De kol van boven opgebouwd, even zien. Nu probeer ik hem er opnieuw heen te sturen, maar nou. Oh ja, nu zou hij stil moeten blijven staan. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, dat kan ook nog. Alleen zo valt de voornaam wel weg. Ah, spiegelbeeld. Op zijn kop. Snel. Langzaam. Contrast nog instellen, maar ik weet niet wat je daar wel van ziet. De camera geeft dat niet weer. Zo is dat hij snel. Ik zet er twee schuifjes op. Hè? Nou, terug. Ja, het is wel een leuk ding. Je ziet echt, het ziet er echt. Het is een beetje dikker dan een. Maar het is niet super dik materiaal of zo. En aan het uitzetten gaat er nog niet met het knopje. Dan zit een knopje op de app, als ik daarop tik, dan gaat hij uit. Zie je? En je ziet de ledjes niet zitten.
Inmiddels vol met kattenhaar natuurlijk. Ja, nu zit hij weer aan. Je kunt hem ook een muziek laten bewegen, maar hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Nee, daar moet ik eerst een studie van maken. Er zit een editor schermpje, kijk, je kunt hier en dan kun je onderaan op DIY klikken. En dan krijg je dan een schermpje waarmee je dingen zelf kunt aanpassen. Nou, dat is een reflectie een beetje in beeld. Maar hij reageert direct, echt als je het wat intikt, hij is ogenblikkelijk verandert het, zie je. Oh, dit is wel mooi als die snel gaat. Dan ziet het sneeuw, dat heet de sneeuwpatroon. Zie je? Oh ja, hij pakt steeds een stukje verder uit de tekst. Ja, echt duidelijk is het niet. Ik heb hem echt wel door het scherm heen laten marcheren. Ja, mooi. Het valt niet tegen. Voor die patiënten? Nee, echt niet. Uit. Zo, dat was hem.